helemaal. Vandaag heb ik mijn nieuwe morning routine voor jullie. Deze is heel vaak aangevraagd en ik wilde hem eigenlijk in de vakantie opnemen. Maar daar ben ik helaas niet aan toegekomen. Dus ik heb hem afgelopen weekend opgenomen. En als jullie meer van dit soort video's willen zien, geef deze video dan alvast een duim omhoog. Als ik wakker ben, loop ik als eerst eventjes naar beneden om een ontbijtje klaar te maken. Als ontbijt neem ik meestal 2 bruine boterhammen met pindakaas en een beker melk, maar dat weten de meesten denk ik al. Tijdens het eten kijk ik ook altijd eventjes naar mijn berichtjes op Instagram en WhatsApp. Als ik klaar ben met eten, ga ik naar boven om het bad aan te zetten. Normaal gesproken ga ik 's avonds douchen, maar in de vakanties en in het weekend vind ik het altijd wel lekker om in bad te gaan met een lushbal. Terwijl het bad voorloopt, ga ik alvast naar mijn kamer om mijn kleding uit te zoeken die ik die dag aan ga doen en ook om een lushbalpomp uit te kiezen. Vandaag ga ik in bad met de Snow Angel Bath Melt. Zo ziet hij eruit en zoals je kunt zien zitten er heel veel glitters op. Als ik uit bad kom, kleed ik me aan en vandaag draag ik dit blouseje en de high-waisted broek, allebei van Abercrombie & Fitch. En dan ga ik mijn tanden poetsen. Na het tandenpoetsen ga ik naar boven om mezelf een beetje op te maken en mijn haar te doen. Omdat ik de laatste tijd een beetje last heb van pukkeltjes, gebruik ik de Catrice Camouflage Cream in de kleur 025 Rosy Sand. Daaroverheen gebruik ik de Essence Mattifying Compact Powder in de kleur 11 Pastel Beige
om het een mat effect te geven. En dan voor mijn mascara gebruik ik zoals altijd de Rocket Volume Mascara van Maybelline New York. En dan voor de finishing touch gebruik ik een MAC lipstick in de kleur Cosmo. Tot slot borstel ik mijn haar nog eventjes door met de wet brush. Dan ga ik naar mijn broers kamer om een potje Minecraft te spelen. En in de vakanties en weekenden vind ik het wel grappig om Minecraft te spelen. En als jullie daar video's van willen zien, laat het dan vooral even achter in de reacties hieronder. Nou, dit was dan mijn morning routine. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef me een duim omhoog als je hem leuk vond. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Bedankt voor het kijken en ik zie je de volgende keer weer. Doei!